Goed, we gaan naar onze derde gast. Leontien Zeilaert van Morsel. Wij hebben je sportcarrière in 2 seconden samengevat. Een paar hoogtepunten, maar dat is echt maar heel kort in een filmpje. Welke wedstrijd is dit? Dit is Treviso. Dit is wereldkampioen tijdrijden. Dit is een van mijn sportawards die ik heb gekregen. Dit is de Tour de France in Den Bosch. Dit is tijdens de Olympische Spelen in Sydney. Dit zijn mijn ouders. Dit is ook Sydney. Mijn eerste gouden Olympische plak kreeg ik hier. Dit is geloof ik mijn derde Olympische plak. Dus dit tijdens het toernooi in Sydney. Dat is mijn vent, dat is Michael. Dit is de werkwedstrijd in Sydney. Dit is de tijdrit in Sydney. Dit is ook nog steeds de tijdrit. Dit zijn Mirjam Melders, Chantal Belman die mij gesteund hebben tijdens de Olympische werkwedstrijd. Dit is het werelduurrecord. In Mexico. Hier was ik helemaal dood. Van de zwaarste race uit je leven, denk ik, toch? Eén van de zwaarste. Ja. Ik denk dat dit een hele zware was. En dit is de laatste Olympische wegwedstrijd. Kwam ik ten val. En het allerzwaarste, Het allerzwaarste was de tijdrit 2 dagen na die verschrikkelijke val. Ik heb niet vaak gedacht dat ik. Dat ik het Wilhelmus niet mee zou maken, maar dat was wel tijdens mijn laatste Olympische optreden. En dit is tijdens mijn afscheid in 2005, dat ik al mijn supporters en mijn ouders toespreek. Zonder die onvoorwaardelijke steun van mijn ouders, zal ik nooit zo ver zijn gekomen. En toen weet je de fiets aan de wil te hangen, maar dat is toch niet echt gebeurd? Nee, zeker niet. Op het moment dat die fiets de lucht in ging, ja, ik denk, er is nog zoveel meer als alleen leven voor die sport. Dus, maar kreeg je daar ook kippenvel van? Je zag de fiets omhoog? Ja, tuurlijk. Ja, wel, maar ja, het was, aan de ene kant was het kippenvel en ook omdat je dat afscheid mag delen met de mensen die altijd achter je hebben gestaan. Dus aan de ene kant was het een heel emotioneel moment, maar ook wel, ja, wat ik zeg, ik was blij. Het was echt, het moment was daar en ik had zin in mijn nieuwe leven. Ja, een hele nieuwe leven. Ja, absoluut. Kijk, dit is mijn nieuwe leven. Ja. Weer met sport te maken. En ik voel me een heel rijk mens dat ik met zoveel verschillende dingen bezig mag zijn. Want jij noemt nu net coaching, maar dat doe ik er ook nog bij. Want we hebben ons eigen. Het dameswielrennen heeft mij zoveel goeds gebracht. En het dameswielrennen wordt heel erg ondergewaardeerd. En er zijn heel weinig sponsors die geld vrijmaken voor damesport. Dus ik wil ook iets terug doen voor het dameswielrennen. Dus wij hebben 2 jaar geleden hebben we ons eigen damesteam, Leontien.nl, hebben in het leven geroepen. Dus ik vind het nu ook heel leuk om dat er nog naast te doen. Om iets terug te doen voor het dameswielrennen. Dus, rijdt daar een nieuwe Leontien van Morsel tussen? Ja, ik denk het wel. We hebben nu de absolute top is nu Marianne Vos, maar we hebben Chantal Blaak binnen ons eigen wielerteam. En die is afgelopen jaar is die Europese kampioen geworden onder 23 jaar, tweede op het nationaal kampioenschappen achter Marianne Vos. Dus ja, als ze nog één keer, ze is nu alweer heel hard aan het trainen. Volgens mij is het goed, dan zit ze nu nog op de home trainen, want ze kan nu niet buiten trainen. Dus ze is wel heel erg gedreven en je ziet wel dat ze, ieder jaar wordt ze beter. En ik zie heel veel dingen, hoe dat ik dat zelf beleefde tijdens mijn eigen wielercarrière, dat zie ik terug bij Chantal. Dus ik denk als ze deze progressie blijft maken, dan denk ik wel dat er een nieuwe Leontien aan zit te komen. Een van je belangrijkste activiteiten, denk ik voor jouzelf waarschijnlijk ook wel, is de Ladies Ride. Klopt dat? Ja, weet je, topsport is helemaal geweldig, maar bewegen kan iedereen. En ik denk als mensen bewegen en in balans zijn, dan voelt iedereen zich gewoon beter. En dat wil ik graag overbrengen. En we hebben 5 jaar geleden hebben wij de Ladies Ride in het leven geroepen. Dan zul je zeggen, ja, waarom wij nu fietstoertochten alleen voor vrouwen organiseren. Als je naar de Amstel Gold Race kijkt, dat wordt georganiseerd voor mannen en voor vrouwen. En dan zie je 95% zie je mannen mee fietsen en maar 5% vrouwen. En al die vrouwen staan met de kinderen aan de kant van de weg. En ik had zoiets, ik wil daar verandering in gaan brengen. Het is gewoon een dag voor de vrouwen en laat die mannen maar een keer gewoon thuis
heel de boel regelen. Dus ja, daar is de Leontiens Ladies Ride is daaruit geboren. En dat doen we nu op 4 verschillende locaties in Nederland. Ja, dat groeit aardig uit zijn jasje. Het begon op 1 plek, maar inmiddels al 4 locaties. Ja. Aantal deelnemers enorm. Ja, we doen gemiddeld tussen de 5.000 en 8.000 deelnemers. Dus per editie gaan er van start. En dat is natuurlijk fantastisch. We wegen met een stukje gezelligheid. En ja, wat ik zo mooi vind is aan de Ladies Ride is dat ze kunnen kiezen op de dag zelf. Voor de 35 kilometer of de 65 kilometer. En voordat ze van start gaan, zeggen ze allemaal ja, maar 65 lukt me niet hoor. Wij gaan vandaag voor de 35. En dan op het einde van de dag, dan door de gezelligheid en doordat ze met elkaar aan het praten zijn, rijden ze bijna allemaal de 65 kilometer. Nou, kun je tijdens de race kun je dat nog besluiten? Ja. Of tijdens de race, ik zeg race, maar het is geen race. Nee, het is absoluut geen wedstrijd. Het is gewoon lekker met elkaar fietsen en gewoon lekker met elkaar op een ontspannen manier bewegen. Het is ook, we doen maar 10% rijdt op de racefiets en de anderen rijden allemaal gewoon lekker op de stadfiets. En die gaan eigenlijk van appelpunt naar koffiepunt naar wijnpunt. Dus ze starten om 10 uur en ze komen om 5 uur allemaal licht aangeschoten, komen ze over de finish. Maar ze hebben wel allemaal een hele leuke sportieve dag beleefd. En jullie rijden ook door het Staalplas, door het Groene Hart. Ja, absoluut. We rijden hier in Rotterdam. Op 20 juni gaan we hier weer van start in Nesselanden. De start gaat dit jaar plaatsvinden in Nesselanden. Een andere plek. Een andere plek. En alles gaat in teken van Grand Départ. 2 weken na 20 juni is natuurlijk hier de Tour de France start. En dus daar ben je bij betrokken ook? Daar zijn we ook bij betrokken, maar we vonden het leuk om de Ladies Ride normaal reizen in het roze en nu krijgen ze allemaal een geel shirt aan. Dat ze, alles gaat in het teken van de Tour de France. Je hoort het melodietje, Peter wil het vragen. Ga je mee fietsen? Oh nee, coach, nee. Jij mag niet mee fietsen. Dat was wel even mijn vraag. Ze zit toch iets van morgen in de organisatie of niet? Ja, wil jij mee door, maar nee, maar ik bedoel, als je moet met lekkere banden en kettingen eraf. Ja, boven hebben wij. We hebben boven. En die rijden. Ja, die rijden rond met allemaal reservemateriaal en die vrouwen die kunnen hun nummer bellen. En dan wordt die lekker boven, wordt allemaal gewoon die vrouwen hoeven nergens uit te denken op die dag. En ja, en wat is er meer toepasselijk dan in de decembermaand te vragen naar de wensen en de hoop. Dus ik zeg niet je eigen goede voornemens, maar je wensen en je hoop voor het nieuwe jaar. Leontien? Ik hoop dat heel veel mensen blijven bewegen. Als ze niet in balans zijn, dan komen ze weer in balans en dan straal je dat ook uit en dan kun je heel de wereld aan. En ik hoop voor onze Indië een broertje of een zusje. Oké. Dat hopen wij met je mee. Dames en heren, een applaus voor onze drie gasten.